aandelen weer kijken. Zoals jullie weten zijn we een oude tank aan het restaureren. Dit is een T69 type 2. En deze die komt dus uit Irak. Die heeft nu meegevochten in de Golfoorlog. Die is nog van Saddam Hussein geweest. Toen heeft hij rondgereden in de woestijn. Toen is hij buitgemaakt door de Engelsen. Die hebben hem meegenomen naar Engeland. En toen heeft hij meer dan 20 jaar buiten gestaan in de regen. Een hoop roest. Ja, een hele berg roest, zeg maar. Dat was niet erg goed voor hem. Wij zijn hem aan het restaureren. Moet je maar eens even kijken. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Hey, we zijn genomineerd voor beste online serie voor de Gouden Televisiering. Dus dat betekent dat jullie allemaal moeten gaan stemmen natuurlijk. Als jullie ons de beste online serie vinden. Hey, kijk even onder in de beschrijving. Daar staat een link. En dan kun je bij bolletje 5 op ons stemmen voor beste online serie. Dus, hey, we gaan weer verder met het tankproject. En zoals jullie weten, de motor die heeft dus al gelopen. Die staat weer in elkaar. Die staat nou in ons magazijn. Dus de plek voor de tank die is nou weer vrij. Dus we zijn eerst begonnen met hem helemaal leeg te ruimen. Want we willen natuurlijk beginnen aan het spuitwerk, zodat we kunnen gaan opbouwen. Ja, hij zakt alweer, hij zakt alweer. Nou, we hebben nou de binnenkant leeggeruimd. Daar ligt alles. We hebben de hertsen terug opgezet. Dus eigenlijk wilden we nou gaan beginnen met de binnenkant spuiten. Alleen de verre spuit die kunnen we woensdag pas ophalen. Dus we gaan nu eerst verder met de wielen erop zetten nog. Want we hebben nog een paar wielen staan. En die moeten er nog op. Ja, helemaal de achterste die kunnen we nog niet erop zetten helaas. Want daar is de torsieveer van gebroken. Dus dat moet eerst nog een keer uit elkaar. Maar ja, die andere wielen kunnen er al wel op. Dus dat gaan we nou doen. Hij is los. Oh. Nou, we hebben daarnet die rubberen ring afgehaald. Die kering die hier zit. Die kering dat is eigenlijk een afdichting om te zorgen dat vet erin blijft zitten. En ook om te voorkomen dat er vuil van buiten in het lager kan komen. Maar dan zit hier ook nog een labyrinth afdichting. En dat is dit hier wat je hier ziet. Kijk, deze twee groeven, zeg maar, of tenminste deze twee randen, die corresponderen weer met een vorm die daar in het wiel zit. En die valt hier precies omheen en daar ook binnenin. En dat is een labyrinthafdichting, die voorkomt ook dat er vuil in komt. Er zit een kleine kier tussen, dus daar voorkom je al dat grotere zand en grind en zo, dat nooit erin kan. Dus daar bescherm je eigenlijk je kering ook nog eens extra mee. Dat is wel degelijk.
Daar is hem. Het was gewoon een kwestie van de machtige laarzen techniek. Oké, dan dat deksel mag er terug op dan. Dus dan is het echt gewoon een samenstelling die je ineens je geheel helemaal af kan halen. Oeh. We hebben er even een aantal keer op en neer gewiebeld met de spreider. En ondertussen wat WD-40 erop gespoten. Ja, er zit wel beweging in. Maar hij draait ook alleen maar in dit grote oor, zeg maar. En niet in de gaffel natuurlijk. Dus ik denk dat we gewoon deze, die borgpinnen eruit moeten gaan halen. Dit toch heet stoken met een snijbrander. En dan die dingen eruit zien te timmeren. Zo moeten we dat gaan doen. Ja, we zijn nou de hele tijd aan het proberen om die pin eruit te halen. En die pin, dat is eigenlijk het koppelarmpje tussen de schokbreker en het draagarm die bij elkaar houdt. En die moet eruit, het koppelarmpje moet los. Want die draagarm die moet opzij kunnen schuiven om die torsieveer te wisselen. Maar ja, dat gaat nou dus niet. Maar ja, dat zit natuurlijk zo knoetvast, dat is verschrikkelijk. We gaan het nog één keer proberen. We gaan daar nou die opgestuurde kop eraf slijpen. We gaan het heet stoken met snijbrander. En dan nog een keer proberen eruit te hameren. Ja, als dat niet lukt, dan gaan we ze gewoon kapot slijpen, die armen. Dan steken we met een slijpbol door. En dan kunnen we die armen tussenuit halen. En dan moeten we een nieuwe armpje en een nieuwe pennen hebben. Dan, ja. Ik vind het fijn, de zon ben ik bang. Nou, Dirk is ondertussen daar bezig om die pen door te slijpen. Ja, we krijgen er echt die mogelijkheid uit. Deze kunnen we ook wel vergeten. Dus die ga ik ook maar gelijk pot slijpen dan. Nou, die stompjes willen er nog steeds niet uit. We hebben het nu bedacht. Ik ga met snijbranden de pin heet stoken. Dan een gat er doorheen stoken en dan is hij zo kaai heet geweest. En dan laten we hem afkoelen en dan krimpt hij. Ja, dan moet hij gewoon. Dan valt hij los uit. Ja, ja. Ja. Hoppa! Ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Ja, we hebben hier nou deze draagarm. Ja, die andere kant is er al af. Deze moet er ook uit, want die veer is ook gebroken. Well.
Ja, deze maal. Kijk, daar ziet de torsje gewoon uit. Hier zie je de afgebroken torsje weer van deze kant. En die van de andere kant, kijk, die zit daar vast. Hè. Zie je, daar zie je ook die spline. Dus die kunnen we langs deze kant nou eruit timmeren. Eerst hebben we de kleine hamer geprobeerd, dat ging niet. Toen hebben we de grote hamer geprobeerd, dat ging ook niet. Dus nu is de beurt aan de vuursleutel. Dus laten we kijken dat die hier ook bij werkt. Zo een gat er doorheen snijden en dan kijken of die dan krimpt en dat die dan wel eruit komt. Wij hebben heel hard zitten bedenken hoe we dit gaan oplossen. En ja, we hadden al oplossingen verzonnen om eventueel vanaf de ene kant naar de andere kant met een stang, met een draadeind en dan met een draadeind hem eruit te trekken. Dat, dat hebben we bekeken of dat iets is, maar ja, volgens mij moet er wel zoveel kracht op komen, dat gaat zomaar niet lukken. Maar nu hebben we iets anders verzonnen. En dat gaan we aan deze kant eerst proberen, want aan die andere kant hadden we een heel groot gat waar dat we dus die torsieveer konden zien, de spline en het eind van de as. Aan deze kant zit er een dekseltje opgelast, dus daar kunnen we sowieso al niet eens bij met een pin om eruit te timmeren. Maar hier zit een klein gaatje in. Nou hadden wij het volgende verzonnen, dan gaan we hier een koppelingetje aanmaken of een vetnippel. En dan gaan we met een vetspuit gaan we hier druk op die kamer zetten. Kijk, want hier hebben we een vetspuitje liggen. En een vetspuit kan ongeveer tot 500 bar druk maken. Gewoon zo'n simpele handpomp als hier ligt. En we hebben uitgerekend op ongeveer op die diameter van die pin. Dan zou die 500 bar, dat zou ongeveer op 10 ton kracht uitkomen. Dus dat wil zeggen dat we dan die pin met 10 ton eruit persen. Dus ik denk dat dat wel goed is. Dus we gaan hier een koppelingetje aanmaken, vetspuit eraan en dan druk erop zetten. Dus ik ben benieuwd. Wij hebben het hier net over een hele oude video dat ik het toplager eruit sla. Dan met een pen en dan met vet de kamer vullen, maar dat kunnen we hier toch ook gewoon doen? Ja hoor. En wat we nou gaan doen, kijk dat gaatje wat je daar ziet, daarachter zit de kamer. Ja, er moet lucht uit kunnen ook. En die kamer die gaan we dan vullen met vet. En dan gaan we dadelijk deze as, die gaan we daar in de gat erin slaan. Dus dan comprimeren we eigenlijk dat vet in die kamer. En ja hoor. En dan gaat dat vet, die drijft dadelijk de as eruit, hopen wij. Ja, omdat dat natuurlijk verschillende oppervlaktes zijn. Dit is een kleine diameter. En die as die we eruit willen drijven, dat is een grote diameter. Dus de kracht op die grote as is vele malen groter dan de kracht op dit asje. We gaan toch weer terug naar het eerder genoemde plan. We gaan er een prop op lassen en een vetnippel erin. En dan kunnen we gewoon met de pomp die kamer op druk brengen. Dat ging goed zo. Dat was best hard werk om het eruit te krijgen. Maar dan met dat vet, dat werkt wel echt goed, hè? Tja, onze werkplaats is te klein. Die kan er niet uit. Maar ja, weet je, ik ga deze as gewoon midden stoken. Ik denk een beetje inschuiven dan. Dat dit stuk eraf en dan kan je er wel uit. Zo, hier zit hij.
uit. We zijn helaas nog niet toegekomen om te beginnen met het spuitwerk. Maar dat gaat volgende keer hopelijk goed komen. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. En bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.